Hey, goedemorgen zonder zorgen. Het is vandaag, even denken, het is 5 maart. En vandaag is er weer een dag vol examens. Ja, zoals je wel ziet, staat daar de laptop alweer met mijn tv. Dus ja, het is best wel een drukke dag weer. Of tenminste, dat wordt het. Het is in ieder geval een mooie dag, want ja, het is mooi zonnig. Zoals je kunt zien. Dus ja, we gaan er gewoon een topdagje van maken. En dan hopen dat we weer wat leuke dingen kunnen gaan doen. Ik denk dat ik vanmiddag ook weer eentje ga wandelen. En dan krijgen we natuurlijk ook allemaal hartstikke leuke beelden van te zien. En voor de rest heb ik niet zo heel veel te melden. Ik ben net wakker geworden. En ik ga nu even ontbijten. Yes. Ik heb net even lekker ontbeten. Nu zit ik weer op mijn kantoortje hier. En ja, ik ga weer een dagje aan mijn examen werken. En daarna gaan we weer even wat leukere dingen doen. Want ja, hier de hele dag zitten is ook niks. Het is ook best mooi weer. Ik weet niet of je het op camera kunt zien, maar mooi blauwe lucht. Dus ja, ik ga even een paar uurtjes werken. En dan gaan we weer eventjes wat leuks doen. Zo, ik ben inmiddels een 2 uurtjes verder en ik word echt knettergek hier op een gegeven moment. Het is echt de stilte, die kilt je wel een beetje. Maar ik heb in ieder geval wat dingetjes kunnen doen en ja, ik heb hier ook wat gezelligheid met me. Nou ja, gezelligheid, maar ik heb de tv gewoon even aan. En dat moet dan een beetje de stilte gaan drukken, zeg maar. Ik heb gewoon terwijl ik aan het werken ben gewoon eventjes een serietje aan en ja. Komt het eigenlijk wel weer goed. Ik ga nu even wat bolletjes halen en dan ga ik zo middag eten. En dan ga ik vanmiddag weer eventjes wat wandelen. En wat ja, leuke dingen doen. Helemaal top. Ik ben echt compleet gewoon smoked. Ik ben helemaal klaar met deze dag. Het is bijna 5:30. En ik ben officieel helemaal klaar mee. En dat komt gewoon simpel echt dat het zo'n lange dag is. Ik heb heel lang gewerkt in mijn examen en het duurt echt nog 2 weken voordat ik het pas mag inleveren. Het is echt een enorme opdracht. Dus daar ben ik echt klaar mee. Want als je echt te lang op één plek zit, in dit geval hier bij het bureau, wat op zich een prima werkplek is, dan word je op een gegeven moment echt knettergek voor jezelf. Dus ik ga zo lekker naar buiten. Het is mooi weer. Zoals jullie kunnen zien. Het is prachtig weer. Dus ja. Daar ga ik even van genieten. Daar gaan we weer. Cause when you drop hits, they want you to pick up the bill. Now my life is in Maryland, my heart is in Chicago. New York state of mind, but out LA, man, that's where I go. When I need to lay this shit down. So much on my mind, that's the reason I'm spitting now. Finally running the game and everybody tripping now. But I could give a damn, I got they bitches dripping now. More where we sipping now. Yeah, we came a long way. I know a lot of people thought they'd never see the day that we get big like Notorious. Cause we battle like warriors in a state of euphoria. My team is so fucking glorious. So I'ma love life while you live life. Cause I ain't perfect, but I do my best to live it right, yeah.